Je vecht dus gelukkig heel snel weer, door die 89, maar tegen een andere tegenstander. Is dat iets, was Uku Jurjendaal iemand die op je lijst stond? Of werd dat naar voren geschoven? Hoe is dat tot stand gekomen? Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben sowieso niet op de hoogte van tegen wie ik vecht. Uiteindelijk is het Glory die dat bepaalt. En ik denk dat Glory heel goed weet dat ik nooit heb gezegd dat ik niet tegen iemand vecht. Ik heb nooit een wedstrijd afgewezen of een tegenstander afgewezen of bepaald of wat dan ook. En ook niet met deze jongen. Misschien zien ze het voor hem als een kans om, als hij wint, als opstapje om een soort van nieuwe zwaargewicht te hebben uit Estland of zo, volgens mij. Uit Estland. Dus misschien willen ze maar zo'n soort trapje gebruiken voor hem. Maar ik denk het niet. Dus nee, hij staat niet op mijn lijst, maar wat ik je zeg, die lijst voor mij is niet echt heel moeilijk om op te komen. Wat vind je van hem? Want het is een hele andere tegenstander dan McSween. Nee, ze zijn allebei slecht. Dus zoveel verschillen ze niet. That's it. Nee, het is gewoon een leuke jongen om te zien. Maar laten we het geen naampje geven. Voor mijn gevoel, op een of andere manier sta je er anders in dan in Parijs. Ik had het gevoel dat je in Parijs gespannender was. Op de persconferentie wilde je geen vragen beantwoorden. Nee, waarom ik geen vragen wil beantwoorden is dat 9 van de 10 keer op die... Je weet, ik heb Glory hoog gezet, maar soms op die Glory persco's hebben ze echt van die super domme journalisten. Die echt van die super domme vragen stellen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was blij dat ik geen antwoord heb gegeven, want die vragen waren weer ondermaats. Dus ja, misschien in Bulgarije wel weer geen vragen. Nee, het ligt er gewoon aan. Soms is het gewoon, weet je, en op een gegeven moment zit je daar voor de 126e keer weer zo'n persconferentie. Maar ik heb gewoon het idee, sommige journalisten, weet je, zorg dat je gewoon je huiswerk, weet je, vraag niet om te vragen. Ja, wat ga je na deze wedstrijd doen? Ga je met pensioen? Wat vind je van je tegenstander? Welke vragen horen we nog vaker? Hoe sta je ervoor? Hoe voel je je? Weet je, kom met iets spannends. Weet je, kom even luisteren. Oké, jouw tegenstander heeft de laatste 3 wedstrijden tegen die en die gestaan. Heeft hij zo gewonnen? Oké, heb je naar haar gekeken? Kom even. Weet je, geef hem wat meer. Laat zien dat je know-how hebt van de sport. Ga me niet vragen hoe ik me voel. Of wat ik van mijn tegenstander vind. Of ik wel of niet getraind heb. Wat denk je zelf? Dus ja, ik en interviews zullen in de toekomst denk ik vaker een soort van kortstondige relatie hebben. Mits ik word verrast natuurlijk met een hele interessante vraag. We gaan het zien. Ja, je legt de druk hoog. Dat zou dus niet moeten zijn. Dat zou gewoon een soort van normaal moeten zijn. Ja. Maar qua gevoel, zeg maar, voelt Bulgarije anders voor jou dan Parijs? Ik moet je wel zeggen, natuurlijk ben ik weer iets langer bezig met Mike. Dus dat helpt altijd elke dag dat ik met Mike in de gym sta. Is natuurlijk een dag dat ik mezelf weer aan het terugvinden ben. En wat ik zeg, ik heb gewoon weer plezier in wat ik aan het doen ben. Vroeger ging ik sparren de laatste jaren en dacht ik, oh sparren. Pff. En nu denk ik van ja, maar ik vind het helemaal leuk om te sparren en om bezig te zijn. En gewoon lekker uit te delen en die jongens te beuken. En dat is echt Mike's zijn toedoen. Dus, ja, zeker. Ik ben een paar weken verder weer en het voelt weer lekkerder. En wat ik zei, ik kom steeds dichter terug bij mezelf te staan. En dat willen we na deze wedstrijd natuurlijk weer vasthouden. En dan kijken wat de toekomst gaat brengen. Ja, want hoe kijk je naar de toekomst? Nou, ik kijk nu alleen naar Bulgarije. Want ik ga je zeggen, als je een man bent met mijn ervaring in vechtsport, dan denk ik dat het een wijs advies is om niet verder te kijken dan je volgende wedstrijd. Dus ik denk dat de focus gewoon heel erg daarop ligt. En that's it. Hou je je niet bezig met bijvoorbeeld de Grand Prix? Dit is een wedstrijd waarvoor je je kunt plaatsen voor die Grand Prix. Oh, maar zo ben ik. Ik ben er niet op die manier mee bezig. Ik ga me sowieso plaatsen. En dan is het überhaupt de vraag of ik naar die Grand Prix wil. Of... Ik wou het zeggen, ga je dan ook meedoen? Ja, dat weet ik echt niet. Waar ligt dat aan?
Ik denk dat als je een man bent, zeg maar, die op mij ja, moet ik je dat nou vertellen of niet? Aan wat het ligt, ik denk dat het aan heel veel dingen ligt. Ik denk ten eerste of ik het wil of niet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat heel veel jongens natuurlijk echt dromen om in zo'n Glory Heavyweight Grand Prix te zitten. En tegen de 8 beste te mogen vechten van de wereld. Dus ik denk dat dat heel uitdagend is. Om daar te staan. En natuurlijk is het voor mij natuurlijk ook heel fijn om daar te mogen staan. Maar wat ik je zeg, voor mij is het een kwestie van wil ik er staan en wie staat er. Staan er ook echt de 8 allerbeste of niet? En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat het prijzengeld wel een beetje omhoog mag. Ik vind dat gammele halve miljoentje, vind ik. Ik weet niet of ik dat de moeite waard vind, zeg maar, om daarvoor dus 3 keer te moeten vechten. Dus daar ligt het ook aan. En ik vind het gewoon leuk. Ik heb zo'n relatie met Glory om elkaar gewoon af en toe een beetje te sarren. Dus hun sarren mij, ik sar hun. En uiteindelijk hebben we een, denk ik, hele leuke werkrelatie met elkaar gecreëerd. Maar alle gekheid op een stokje. Ik denk dat het Glory Heavyweight toernooi echt een geweldig toernooi gaat worden. Die jongens die er nu al in staan zijn natuurlijk echt wel jongens waarvan je denkt, oké, daar zit wel wat vuurwerk tussen. Maar als ik plezier heb in wat ik doe, dan geloof mij nou maar, dan is die hele divisie echt wel, die gaat het echt wel zwaar krijgen. En ik denk dat ik de enige ben met ervaringen in toernooien. Ik denk dat echt de meeste van de jongens niet eens weten wat het is om 3 keer achter elkaar te vechten op 1 avond. Het klinkt misschien simpel, maar dat is het echt niet. Je gaat je lichaam echt tegenkomen. En ik ben benieuwd of Rico zelf ook in het toernooi wil plaatsen. Ik ben ook benieuwd of hij zich, daarvoor openstelt of niet. Het zou raar zijn als hij het niet deed, maar ja. Je weet het nooit.